In de Spaanse Playa Daro viert ras Amsterdammer Erik vakantie. Hij is eigenaar van snackbar Het Smikkelhoekje in Amsterdam-Noord en getrouwd met Karin. Het gezin gaat al jaren kamperen met goede vrienden Rob en Jolanda en hun kinderen. Wanneer vader Erik de kinderen afzet voor een avondje uit, hoort hij een gek geluid in de auto. En hij ziet al vrij snel wat het probleem is. Goedemiddag, ABB-alarm. Het alarmcentrale steunpunt in Barcelona stuurt gelijk iemand naar de camping om de gestrande vrienden te helpen. We reden door Playa Daro heen en op een gegeven moment horen we geratel, net alsof er blikjes aan een touwtje onder de auto hingen. Dus ik werd gestopt en gevraagd of een van de kinderen, Romano, zijn zoon even wilde kijken of hij wat zag. En die zag niks. Dus we hebben de auto maar even stilgezet en de motorklep omhoog gedaan. En daar zag ik een stukje van de veesnaar loshangen. Dus ik denk, wat is dit nou? Heel voorzichtig doorgereden met gevarenlicht aan. En ik denk, probeer ik bij de camping te komen. Zodat hij daar goed staat, ik daar mee kan bellen. En dat is gelukkig gelukt. Nou ja, met een beetje massagettersplezier, pianosnaar erop, heb je ook een beetje muziek in de auto. Ja. Dat kan ook. Erik en Rob rijden samen naar de parkeerplaats waar de kapotte auto staat. Als het goed is, kan de Spaanse monteur er elk moment zijn. Ja, kijk, dit hing er hierbij zo. Het hing hierachter, hing dat los. Nou, dat trilde natuurlijk tegen die auto aan. Volgens mij had ik hier echt niet langer mee moeten rijden als ik het zo voel. En ja hoor, daar is de monteur. You speak a little bit English? No. No English, only Spanish. Voilà. Oké. Okay. This kwam from the... Van de snaar hier. Ja. En je kan zien. En het is een nieuw one year old. De auto moet mee naar de garage en daar gaan ze bekijken wat nou precies het probleem is. Want als de veesnaar echt kapot is, rijdt de auto nog wel, maar laat de accu niet op en wordt de auto ook niet gekoeld. En daar kan je dus niet mee doorrijden. De zaterdag die taak is het wat jij s'avonds ook gebruikt. Ja, voor Karin toch? Voor Karin. Erik en Rob rijden mee naar de garage om daar te horen wat er met de auto gaat gebeuren. Gelukkig hebben de mannen hun prioriteiten op orde. Ik hoop dat het niet lang duurt, maar een koud biertje zal wel lekker zijn straks. Dat is een zin, denk ik. Nou, straks wel een beetje afstand. Als ik straks mijn auto bij jou voor heb je een kofferbak. Zitten we samen in de sleep. Nou, eens even kijken wat die dat ding gaat doen. Ahora llamo al jefe taller. Ja, you know what the problem is? The problema? The problema, the car. Sí, ahora llamo al mecánico y que se lo mire. Okay. Hij komt naar het continuum. Oké. Ik ga even niet een klein beetje Engels praten. Bij ons klein kikkerlandje moeten alle talen leren. En het is met die menukaart gisteren. Play daar al. 75% Hollanders in het dorp. En geen Hollandse menukaart te vinden. Ja, dat had ik de laatst bij die Chinees, weet je, bij ons. Kijk, binnenkwam daar en zit die vrouw tegen mij van, wil je menu? Ik zei, nee, sorry, ik wil eerst eten. Ja. Ja, dat hebben we niet gedaan, hè? Nee. Ja. Meneer Plaat, Erik. Hola. Hola. Oké, okay. I think she is it only the belt or yes. the maybe the... I think only the belt. Oké. Okay. Today is 7 o'clock, maybe it's ready, no problem. Oké. Okay. Yeah. Tijd voor een biertje. Toch? Ja, het is 11 uur geweest. Ja, daarom. Mag al. Soms zit het tegen, soms zit het mee. Erik en Rob kunnen hun auto vanavond al ophalen. En tja, daar moet op geproost worden. Een beetje mazzel is hij misschien van de Alpenplaat. Dus, nou, het is 5 minuten hier vandaan. Dus, Spaanse minuten. Ja. Zo. We wel verdiend, hè? Voor lange ochtend, hè? Ja, we hebben een proostje. Dus, kunnen we straks lekker naar het zwembad. Ja, lekker. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.